vale, qué nombre la pregunta. Ay, ¿cuál que canta en el dios que me dejó? Ah, ok. Entonces, ¿com tu nom tenaries el que tal? ¿O com tu nom el tal? Ni el que tal, ni estava al que tal. Ah, ja. Ok, en mi se no sé per més. Ja, dan moet je komen. Ja, kan niet anders. Ja, en je wilt het soms zijn dat van hieruit terug gaat werken. Ja, dat moet ik ook. Ja. Dan kan je niet blijven slapen in de week en dat dan... Ja. Ja. En je hebt hier een caravan? Ja, ik heb een caravan. Oké, oké. Okay. Ja, heel graag. Heel benieuwd. Ja, als ik naar hier kom is het niet om in mijn hand te blijven. Dat is net zoals er iemand thuis komt die zegt van nou, ik kan mijn jas op dat stukje schoenen uit. Voor mij is dat hetzelfde, maar dan doe ik alles uit en dan kan ik alles aan de kast. En wat gevoel heb je dan als je je kleren uitdoet? Hier komt hier, gaat dat is, ik... Dat is blijkbaar kamp. Ja? Dat is echt blijkbaar kamp, dat is een dag en nacht verschil, dat is echt deze kamp. Ik zou zeggen, train daar. Dank je. Dat is mijn klein paleisje. Meestal kom ik binnengestort en vliegt alles in het rond. En dan kust mijn vrouw wel eens mooi op, maar ze is er nog niet bij. Die gaat het dus, ja, dat weet ik wel, ja. Ik ga het daar op tafel hebben, want okay. Anders komt het niet. Ça va, doe maar snel. Ja. Doe alsof je thuis bent. Ja. Ik vind dit op een manier confronterender dan mensen meteen naakt zien lopen. Ja? Iemand die zich uitkleedt? Ja. Om te zien hoe zich de persoon kan zijn. Ja. Ja. Kan moeilijk naakt zijn zonder je uit te kleden. Ja, maar snap je? Als je meteen wordt geconfronteerd met iemand die naakt is, dan is dat een andere situatie. Ja. Maar deze situatie herken je, hè? Iemand die zich uitkleedt, was meestal een andere omstandigheden. Ik denk dat een artiest daar eigenlijk niet veel verschillen in maakt. Niet veel verschillen merkt ook. Omdat, net zoals nu, je bent naar mijn gezicht aan het kijken. Ja. De rest doet er niet toe. Als ik iets vertel, dan kijken we elkaar. Ja. Maar is dat niet. Maar het gebeurt wel, hè? Ja, we hebben ons zomaar gekregen om te kijken, uiteraard. Ja. Dat is wel waar. Ja. Het is eigenlijk ja, meer waarnemen dan echt. Dat heeft niks met u. Ja. Meer aankijken. Ja? Zoals een vrouw bijvoorbeeld die haar borst afgezet is. Je ziet dat wel, maar wat maakt dat uit? Voor jou misschien. En misschien voor Ik denk voor niemand hier. Ja. Ik denk voor niemand hier. Ja. Ja. Wat is natuurisme voor jou? Een vriend van mij is obese, maar echt obese. Obese. En heel sympathieke kerel. Naar het strand en dan ook halen mee, ik halen mee. Tweede keer naar het nacht, ook halen mee, ik halen mee. En na zo'n minuut of 10 zegt hij, ja, ik zou toch een keer proberen.